We zitten op de poli bij dokter Berggraaf, huisarts. Heel Suriname, zo lijkt het tenminste, heeft griep op dit moment of COVID. Dokter Berggraaf, wat kunnen mensen doen die op dit moment griep hebben? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor mensen is op dit moment. Hou er rekening mee dat het regentijd is. Hou er mee dat er veel muggen zijn. Hou er mee dat je meer thuis bent. En daar zit eigenlijk het hele probleem. Griep hebben we altijd gehad. Dus verkoudheden heerst op dit moment. Je moet thuis blijven, je hebt andere... Ja, je kan weinig eruit, er is weinig zon. Dus een probleem met virussen. En virussen zijn ons probleem. Virussen hebben geen verstand. Waar ze een plek vinden, daar gaan ze zitten. En ze proberen er altijd alle munt uit te slaan. Dus dat wil zeggen, als hij je paakt, zal hij niet zeggen, oh ja, bij deze moet ik lief zijn en bij die niet. Het spijt me voor je. Je gaat er last van hebben. Het is dus de tijd dat we allemaal griepverkoudheden hebben en corona is ook een griepvirus, klopt. En dat is waarom mensen zeggen, het is toch maar een griep? Ja, klopt, het is een griep. En griep heeft te maken met weerstand. Als je weerstand goed is, kom je er snel doorheen. Dat is waarom mensen soms kunnen zeggen van, ik krijg nooit griep. Okay. Je weerstand moet goed zijn. Helaas moeten we zeggen dat vaak onze weerstand niet goed is. Mm-hmm. En dan krijgen we inderdaad echt klachten ervan. Verkouden, koorts, hoofdpijn, je neus loopt, je hebt je voetje niet lekker, je spieren doen je pijn. Van alles en nog wat. Dan moet ik erbij zeggen, muskieten, want ik noemde het al. Mm-hmm. Dus dat we zeggen, we moeten dingen niet vergeten. Yeah. We moeten chikungunya niet vergeten. Noem maar op, die zijn er allemaal ook nog, die gewoon rustig hun gang gaan. En dus natuurlijk ook voorkomen. Dus het lijkt alsof iedereen ziek is. En natuurlijk worden we doodgegooid met corona. Maar eigenlijk is het niet anders dan wat het altijd is. Met een beetje een toetje erop van corona. Ja. Dat is wat we zien. En het belangrijkste is, mensen, let erop. Je moet binnen zitten. Gooi je ramen open. Okay. Klein beetje zonlicht. Ga alsjeblieft buiten. Virussen houden er niet van als je genoeg drinkt. Dus let erop dat je genoeg drinkt. En veel mensen weten niet hoeveel ze moeten drinken. Dus alsjeblieft, drink alsjeblieft iets tussen 2 en 3 liter aan vocht. Zorg dat je goed eet. En dan, ja, ik bedenk me net bij goed eten, wat is goed eten? Yeah. Fruit, groenten, laat je rijst staan. Zorg dat je genoeg fruit en groenten hebt. Eet wat vis, eet wat vlees, als je dat lekker vindt voor mij. Maar zorg dat je gezond blijft. En beweeg alsjeblieft. Bewegen is ons groot probleem. Ga een beetje buiten in de zon staan. No? Een paar oefeningen. Iedereen kan dat. YouTube, de hele dag zitten we op Google. Zoek even een paar oefeningen. En we zijn oké. Okay. U had het ook over weerstand. Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat ons weerstand in place is? Weerstand moet je opbouwen. Hè? Okay. Dat komt niet 1, 2, 3. Dus niet als we denken, oh nee, als ik voel me niet lekker, dan ga ik nu mijn weerstand opbouwen. Dat werkt niet zo. Dat moet je van tevoren doen. Weerstand bouw je eigenlijk op door goed bewegen, dus lichamelijke conditie, zodat je hart en je longen in conditie zijn. Dat we zeggen, ik kan met 500 kilo lopen en vinden, ik ben in conditie. Mm-hmm. Dat werkt niet. Ik ga moeten zorgen dat ik afval en dat ik ga bewegen. Je hoeft geen marathon te lopen, maar ga wel iedere dag een uur lopen. No? En niet lopen van, wanftamara. Nee. Doe een beetje de pas erin. Dat is wat we moeten doen. Ben je goed en je hebt de fiets, ga fietsen. Als je iets meer kan, probeer het te doen. Maar zorg dat die lichamelijke conditie erin komt. En mensen, alsjeblieft, rook niet. Rook niet. Roken is het slechtste wat je voor je longen kan doen. Rook niet. Als we die lichamelijke conditie hebben, ja, dan moeten we zorgen. Dit is derde klas lagere school. Bouwstoffen. Vitamine, zorg dat ze er zijn. Dat we zeggen eiwitten, dat we zeggen vitamines, dat we zeggen koolhydraten, dat we zeggen een beetje vet. Let erop. We hebben die lessen allemaal gehad, dus het is geen nieuwe stof. Ja. That's it. Ik had die vraag eigenlijk aan het begin moeten stellen, dokter Berggraaf. Maar merkt u ook op uw poli dat er veel meer mensen komen met griepverschijnselen? Absoluut. Zeker weten. Er zijn zeker meer mensen met griepverschijnselen. Ik heb toevallig nu een aantal ook met dingen, okay. Dus dat zit er tussenin. En natuurlijk, ja, we kunnen niet helpen.
drie kwart is Omicron, we kunnen het draaien hoe we willen, dat zet, dat is wat in de hele wereld gebeurt. Maar geloof me, als mensen zich aan de regels houden, loopt het eigenlijk wel goed. En loopt het met een sisser af. We zien ook dat er minder opnames zijn, we zien ook dat er minder mensen op de IC liggen. Als we ons aan de regels houden, komen we er. Over regels gesproken, een van ze is mond en neuskap opheffen, ja. Ook als je ruimtes binnengaat en zo. Maar ik zie, dokter, dat mensen buiten, soms zijn ze aan het fietsen, soms zijn ze aan het lopen, ook een mondmasker opheffen. Mag dat? Kan dat? Kijk, mogen is een ander ding. Ja. Je mag altijd. Maar het is niet zinvol. Okay. Omdat op het moment, kijk, de overdracht heeft te maken met concentraties. Als ik in een gesloten ruimte zit, de airco aan, de lucht blijft hetzelfde. Wij stoten continu virus uit, dus de kans dat ik besmet raak is groot. Als ik buiten ben, dat vervliegt gelijk in de buitenlucht. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over, die concentratie is hoog, dus ik ga. Mag je rustig je mondkap afdoen. Goede lucht naar binnen. Zorg dat je niet achter een auto staat waar er een heleboel uitlaatgassen uitkomen natuurlijk. Maar ja. Zorg dat je gewoon verse lucht naar binnen krijgt. En je hoeft echt buiten je mondkap niet aan te doen. Natuurlijk moet je niet in een groep van 30 mensen gaan staan dicht bij elkaar. Ik bedoel, dan krijg je vanzelf dat de concentratie stijgt. Maar als je genoeg afstand hebt, prima. Oké, okay. Dan ga ik u nog een vraag stellen. En natuurlijk is in de medische wereld nu alle aandacht op COVID-19 en de varianten die steeds op ons afkomen. Hoe staat het met de andere patiënten die ook andere zorg nodig hebben? Krijgen zij dat wel voldoende volgens u? Eigenlijk mag u mij die vraag niet stellen, want dat is geen goede vraag van mij. Ik moet even nadenken hoe ik die vraag beantwoord. Helaas door het overweldigen van de hele wereld door dat ene virus, is iedereen zo geschrokken dat we vergeten zijn om andere dingen te doen. En u weet dat dat na het eerste jaar een van de grootste problemen was. Mensen die geopereerd moesten worden aan hun hart, aan hun nieren, aan hun longen, just call it. Eigenlijk hebben ze niet gehad wat ze moesten krijgen. Hun zorg is totaal de mist ingegaan. Het lastige is dat na zoveel jaar, ziekenhuizen zijn uitgeput, personeel is uitgeput, dus voor je dat ook weer oppakt, het bleef heel langzaam op gang komen om de mensen die andere zorg nodig hebben, om dat te geven zoals dat hoort. En eigenlijk zeg ik altijd, mensen klagen over discriminatie, want alles is COVID enzovoort. Ja. Het is ook discriminatie naar de andere mensen toe, die andere dingen hebben, ja. Waar niet naar gekeken wordt. Dus, laten we een beetje nadenken en proberen om ook oog te hebben voor elkaar. Want, ja, maar ik heb geen COVID. Ja, maar die ander heeft ook iets. Please, take care a little bit. Dan komen we er. Okay. Wat wilt u tot besluit zeggen aan degene die kijkt? Ja, wat zou ik willen zeggen? Ik ben bang dat we in dit geweldige land van ons, want ik blijf het zeggen, ik zal de laatste zijn die het licht gaat uitmaken hoor, ik ga nergens. We hebben een prachtland, we hebben een schitterende bevolking. Nergens kom je mensen tegen die zo met elkaar leven. Ik zie het alleen jammer genoeg een beetje misgaan en dat is jammer. COVID doet daar inderdaad een hele grote druppel op. Mensen worden erg egocentrisch en egoïstisch en kijken alleen naar zichzelf. Terwijl we eigenlijk gewend zijn naar de ander te kijken. Ik zou mensen willen oproepen en vragen om echt een beetje meer aan elkaar te gaan denken. Waarom moet ik die mondkap opdoen als ik binnenkom? Ik heb niks, ja ik weet. Yeah. Je voelt niks. Maar je weet niet wat je meedraagt. Bescherm die anderen. Doe het op. Waarom moet ik mijn handen weer spuiten? Ik heb het toch zo net gedaan. Maar mijn gast, ik weet niet wat je hebt aangeraakt. Maak je hand schoon. Wat is zo moeilijk aan dat ding?
We kunnen geen brassa geven. Lastig. Laten we proberen om rekening te houden. Ik lees niet op uw hoofd of op uw hoofd wat het onderliggende is. Ik ben voorzichtig. Laat ook voorzichtig zijn naar de ander toe. Dat is wat ik wil zeggen. Dank u wel, dokter Berggraaf. Graag gedaan. Meneer Holmband, PTC bestaat dit jaar 25 jaar en jullie hebben deze week een nieuw logo onthuld. 25 jaar PTC, wat betekent dat? 25 jaar PTC, waarvoor gezorgd is dat er al 25 jaar lang deskundigen afgeleverd worden aan de samenleving. En ik denk direct ook weer aan mijn verleden, waarbij ik bij een instituut heb gewerkt, een bedrijf heb gewerkt, waarbij ik zag dat ze natinners binnenhaalden. En eigenlijk een hele opleidingstraject, ze hadden ook een hele opleidingsinstituut, in place hadden om die natinners de juiste competenties bij te brengen om in het bedrijf te werken. En hier ten dage zie ik dankzij PTC dat die activiteiten niet meer nodig zijn. Dat is 25 jaar PTC, waarbij we die samenleving nu HBO'ers afleveren, aanbieden, die voor de samenleving kunnen zorgen aan verbetering. En toch denk ik van, wat is de impact van het PTC geweest tot nu toe? Nou, zoals ik het reeds zei, we hebben dus nu op een gegeven moment, ik denk rond de 700 alumni's op bachelor niveau. En rond de 100 masterstudenten als alumni. Dat is dus wat PTC de afgelopen 25 jaar heeft geleverd. En ze zitten overal. Praktisch alle bedrijven hebben wel een PTC-medewerker die daar aan de weg timmert. Zelfs bij de overheid kom je ze tegen. En wat zijn de opleidingen die PTC verzorgt? Wij hebben dus nu actief, ik zeg actief omdat er een paar, bijna wil ik zeggen slapend zijn, 12 bacheloropleidingen, bachelorprogramma's en 1 masterprogramma, nee 2 masterprogramma's actief zijn. Van de bachelorprogramma's kennen we bij College of Technology, hebben we ICT, werktuigbouw, elektrotechniek, infrastructuur. Noemen wij een beetje de harde techniek. Dan hebben we aan de andere kant College of Agriculture and Health. Daar hebben we laboratoriumonderwijs, food technology, agriculture and animal production and health, agronomie en agribusiness management. We hebben onze College of Logistics, waar we nu hebben hydrologie. We zijn gestart bij College of Logistics met air traffic controller, maar die is dus nu niet meer actief. Er wordt geen vraag meer vanuit de overheid daarvoor gesteld bij ons. We hebben dus nu ook nog vastgoed en makelarij die bij College of Logistics zit. En we hebben in voorbereiding bij College of Logistics natuurlijk ook hotelmanagement en veiligheid. Integrale veiligheid die is in ontwikkeling en verkeerskunde die allemaal naar College of Technology gaan, College of Logistics gaan. En we hebben ook nog een teachers, College of Technical Teachers Training. Die is een van de colleges die een beetje slapend zijn, omdat we ook qua sociaal-economische ontwikkeling en de manier zoals de overheid invulling geeft aan het personeelsbestaan, lerarenbestaan, hebben wij dat een beetje on hold gezet, omdat ja, er niet echt gekeken wordt naar het niveau binnen, wil ik zeggen. Want iemand die bij ons afstudeert, we hebben nu 1 student die afstudeert, bachelor in education, die is toch wel ietsje anders dan iemand die zeg maar een opleiding heeft gevolgd, waarbij ze zeg maar vanuit de IOL een pedagogische getuigschrift hebben gehad. Toch? Maar alles wordt op 1 lijn gegooid, waardoor het niet interessant is voor de burger om zeg maar echt technisch te gaan worden opgeleid. En we merken het ook in onze opleiding, dat je geen technische, echt beroepsgerichte leerkrachten vindt. Je vindt de wetenschappers en je vindt de algemeen vormende. En dat levert natuurlijk wel zijn uitdagingen. Maar zolang we dat beeld niet hebben geswitcht van, weet je, je kan je pedagogisch getuigschrift hebben, maar je bent geen vakspecialist als het gaat om elektrotechniek, als het gaat om werktuigbouw, als het gaat om infrastructuur. Je hebt daar die bagages niet voor gehad. Je bent wel getraind om wiskunde te verzorgen of scheikunde te verzorgen, maar het is toch wel ietsje anders. En
daarom is dus onze College of Technical Teachers Training nu een beetje slapen. Maar we zijn bezig te kijken hoe wij toch nog die samenleving die deskundigheid kunnen brengen. We zijn bezig met een aantal vernieuwingen daarbinnen om ervoor te zorgen dat ook daarin wat verandering komt. Maar dan gaan we het meer richten op korte trainingen dan een volledig programma. Oké, u heeft heel veel mooie opleidingen opgenoemd en ik hoor meevalt bijvoorbeeld op landbouw. Maar ik vraag me dan af, hoe zichtbaar is PTC als jullie al 25 jaar bestaan? Dat is een hele goede opmerking. Dat is de grootste uitdaging die we hebben als het gaat om het gezicht van PTC. Dat we merken dat zelfs binnen de overheid die heeft bijgedragen, die grote stappen heeft gezet om PTC op te richten, merken we dat de overheid niet eens bekend is met de zaken van PTC. We hebben, als we het hebben over agronomie, agrarische opleidingen, hebben we gezien dat de vorige president, en eigenlijk hoor je nog steeds in het huidige parlement, dat er gesproken wordt over landbouwonderwijs op middelbaar en hoger onderwijs. En ik denk van, hé, maar zijn we niet bekend? Gelukkig praat onze huidige minister erover en heeft hij de instituten bij elkaar gebracht om te zeggen van, we gaan de zaken stroomlijnen. Maar we merken inderdaad dus dat de activiteiten van PTC nog niet zo bekend zijn voor die samenleving. En daar werken we heel hard aan. Het is een van de opdrachten die we ook vanuit het nieuw bestuur hebben van zorg ervoor dat men precies weet wat PTC allemaal kan doen en waarvoor ze bij PTC terecht zijn. Ik zeg het ook, ik heb laatst een meeting gehad met een deel van de commissie onderwijs van het parlement. En ik heb zo gezegd van, weet je, ADEC is inderdaad een heel goede organisatie als het gaat voor onderzoek. Maar als je het hebt over toegepaste onderzoek, als je wil weten van, hey, werkt iets, dan is PTC er. En vergeet dat niet. En vaker vergeet men het. Luister ook weer naar het ontwikkelingsplan. Dan zie je dat iedereen kijkt naar de universiteit, ADEC. En ze vergeten dat we een University of Applied Sciences hebben, die al 25 jaar bezig is en die ook wel onderzoek doet. We hebben recent, einde van het jaar, is een van onze masterstudenten afgestudeerd op het gebied van waterbeheersing. En hij heeft zelfs een prijs gehad. Hij is cum laude, nou, ik weet niet of hij cum laude is, maar hij heeft in ieder geval een heel hoog cijfer gekregen voor zijn afstuderen. En hij heeft een prijs gehad voor het product dat hij heeft afgeleverd, die eigenlijk direct inzetbaar is bij openbare werk. Om te zeggen van, hé, we kunnen op zo'n manier de sluizen van Suriname gaan beheersen. Je hoeft niet elke keer te zorgen dat mensen moeten gaan rennen. En dat zijn onderzoekingen die onze studenten allemaal doen om die samenleving te ondersteunen. Maar één, het ligt ook aan ons natuurlijk dat we niet goed genoeg naar buiten komen. En tegelijkertijd zeggen we ook aan de samenleving, ook zeker de stakeholders, van volg ook. We geven al 2 jaren, denk ik, dit is het derde jaar, geven we ook onze afstudeerboekjes uit. Die naar alle stakeholders gaan, naar alle belangrijk, waarbij alle afstudeerprojecten zijn aangegeven met contactgegevens van de studenten. Met informatie. Ze kunnen ook bij ons in onze files komen als mensen die informatie willen hebben, zodat men weet aan welke onderzoekingen er allemaal onze studenten hebben meegewerkt en wat de resultaten daarvan zijn en hoe ze toepasbaar zijn in die samenleving. En dat geven we ook mee om wat meer inzage te geven. Misschien moeten we onze afstudeerboeken ook naar de pers te sturen, zodat het gewoon ook bekend wordt gemaakt van, hé, dat ding is er. Absoluut. Oké, 25 jaar. Zichtbaarheid wordt verbeterd. Jullie zijn in een huis dat niet van jullie is. 25 jaar lang. Dus krijgen jullie eindelijk in jullie 25ste jaar op weg naar 26 jullie eigen huis? Ja, we kregen ons eigen huis. Gelukkig, ik moet nog zo denken aan ex-minister Samsudin, die hier onze eerste de beschikking gaf voor ons terrein. Die toen zelf ook nog zei, ja, ik voel me zelf schuldig, want ik heb ook PTC de deur gewezen, ook weggeschopt van waar ze waren. Want dat is ook wat er met ons gebeurt. We groeien natuurlijk. Als we bekijken, 25 jaar geleden zijn we met 3 programma's begonnen. Nu hebben we 12 programma's, plus 2 master en er komen nog meer programma's. Dat betekent dat je dus uit je voegen groeit en meer ruimte nodig hebt. En instanties groeien ook. Want we zaten bijvoorbeeld, ik kan me ook herinneren, we zaten ook op het IOL. Daar hebben we onze eerste computeropleidingen verzorgd. We hebben een hele computerlab daarvoor, IOL, opgezet. Ook in samenspraak met Telesuur overigens. Met ondersteuning van Telesuur. En IOL groeit en IOL zegt, ik heb mijn ruimte nu nodig, dus gaan jullie eruit.
Toch? Wat zijn we dus ook eruit geschot. Een beetje oneerbiedig gezegd. We hebben 25 jaar lang gebruik gemaakt van ruimte van derden. En dat heeft misschien ook te maken, als we kijken naar de geschiedenis van PTC, in welke periode PTC is opgericht en wat er toen gebeurde, dat dat misschien de oorzaak is geweest. Want ik heb ook bij mijn aantreden, heb ik ook zeker bijna 2 tot 3 jaar lang met het bestuur zitten boksen om te zeggen van het kan zo niet doorgaan. In de statuten is eigenlijk ook aangegeven van zoveel mogelijk gebruik maken van locaties van derden. En u moet begrijpen wat dat betekent. Het staat in de statuten, dus het bestuur zei van dat is gezet, dat moet je doen. En dat komt, PTC is 25 jaar, dus als we even rekenen, is 97. Als u de geschiedenis van Suriname kent, dan weet u welke situatie we waren in 97. Ook een crisissituatie. Dus ik vond het dapper, ik vind het nog steeds dapper van de regering toen dat ze hebben gezegd van hé, we zitten in een crisis, maar we gaan toch PTC laten opstarten. Maar ze hebben toen gezegd van, weet je, we hebben geen geld, dus we kunnen PTC geen gebouw geven, we kunnen niet ervoor zorgen dat er voorzieningen zijn. Dus maak gebruik van ruimte van derden. En zo is dat ding ontstaan. En dat heeft eigenlijk direct de beperking gelegd voor de groei qua logistiek voor PTC. Uiteindelijk, het heeft me pijn gedaan toen ik mijn studenten buiten zag vergaderen. En ik vroeg ze, wat doen jullie hier? Ik zal niet zeggen waar, want ik wil geen reclame maken voor de locatie. En toen zeiden ze, ja, we moeten toch in groepen werken, maar begin ook als we zijn hier gekomen. En dat was het voorbeeld dat ik toen naar het bestuur toe bracht en zei van, dit kan toch niet. En dat is de omkeer geweest. En we hebben toen, vanaf toen, zijn we met het bestuur gaan werken aan het zoeken naar terrein, het praten met de overheid voor een stuk terrein. En uiteindelijk in 2017 kregen we de beschikking van minister Samsudin. We hebben dus nu ons terrein en we hebben uit eigen middelen ook weer een gebouw kunnen opzetten waar we onze ICT en elektrotechniek studenten gaan kunnen opvangen. En we hopen dat tegen eind van de maand helemaal in gebruik te kunnen nemen. Dat is ons eerste gebouw. En volgens mijn financiële en logistieke managers, die zeggen van we moeten niet langer dan 2 jaar nog hier blijven, want dan moeten we ons ander gebouw hebben waarbij we dan van hier verhuizen. En in ieder geval kantoor en een aantal leslokalen nog extra kunnen aanbieden. Dat zijn de eerste stappen, dus we hopen in 2025 dat we niet meer hier zijn, maar dat we op ons terrein volledig zitten met onze studenten die de ruimte hebben om op eigen locatie ook hun eigen dingen te doen.